De politie, maar ook wij zijn ervan overtuigd dat de dader in Zaandam moet wonen. Dat hij daar bekend was. En dus is het heel goed mogelijk dat mensen uit zijn omgeving iets weten of iets opgemerkt hebben. En ja, dan is het natuurlijk heel prettig als ze de uitzending zien en dan bij zichzelf denken: ja, we kunnen die man niet langer beschermen.